De burgemeester van Oudewater heeft een noodverordening ingesteld voor Hekendorp. Daar is zondag vogelgriep aangetroffen. Daarom mogen alleen ruimers en mensen die in het gebied wonen in Hekendorp komen. Het treinverkeer op de Noord-Veluwe is in ieder geval gestremd tot dinsdagochtend. Dat komt doordat maandagmorgen een vrachtwagen op een spoorwegovergang in Ermelo een bovenleiding kapot heeft getrokken. Het bergen van wrakstukken op de rampplek van vlucht MH17 in Oekraïne is maandag hervat. Het bergen duurt waarschijnlijk nog een paar dagen, maar dat hangt af van de veiligheidssituatie in het gebied. Een Nederlander heeft vorige week waarschijnlijk een zelfmoordaanslag op een politiehoofdkwartier in Bagdad gepleegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft niet bekendgemaakt wie de jihadstrijder was. Er zijn in Nederland 3 2-sterrenrestaurants bijgekomen. De sterren werden maandag door Michelin uitgedeeld in Maastricht. In totaal zijn er nu 100 zaken in ons land met 1 of meer Michelin-sterren, 5 minder dan vorig jaar.